In de marge van de 78ste algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft president Chandrika Prasad Santokhi als eerste Surinaamse staatshoofd een handelsevenement van de America's Society Council of the Americas bijgewoond in New York. Dit evenement omvat bijeenkomsten waar bedrijfsleiders en vooraanstaande beleidsmakers bijeenkomen om de politieke, economische en investeringsvooruitzichten van hun land te bespreken. President Santokhi heeft na een tête-à-tête met CEO Susan Siegel van de America's Society en Council of the Americas een presentatie gehouden tijdens de handelsbijeenkomst. Grote bedrijven en investeerders uit diverse sectoren zijn bemoedigd in Suriname te investeren. Het staatshoofd heeft in zijn presentatie aangehaald dat Suriname veel mogelijkheden te bieden heeft aan internationale investeerders en rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Er is volgens hem genoeg potentie in de verschillende sectoren om duurzame ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen ter versterking van de Surinaamse economie. Het staatshoofd verwelkomt investeringen in Suriname, in het bijzonder in de sectoren landbouw, mijnbouw, handel en toerisme. Daarnaast zijn er grote kansen in de dienstensector. President Santokhi liet weten dat de overheid bereid is om gunstige voorzieningen te treffen voor serieuze investeerders. De groei in de olie- en gassector staat voor de deur en investeerders worden opgeroepen niet te lang te wachten.